Ik heb hier een vrouwtje die zegt de hele tijd, wil je seks met me? Hoe gek kan je zijn? Ja. Goed, ja. Goed. Succes met knikken. Ja, vanavond. Als je coach nodig hebt, ik coach de boel wel, hè? Ja. Mensen op FIFA-gebied zie ik de laatste tijd heel veel Danny Aarons voorbij komen. Ik weet niet of jullie die kennen, Engelse YouTuber, maar hij is echt een goat. En ik zag hem een challenge doen, spelen met een team met keepers in de Weekend League, totdat je één potje hebt gewonnen. En ik dacht, dit kan ik ook, en dat kan ik ook veel beter met mijn zieke keepersteam. Donnarumma keeper, net uit, veel te veel voor betaald, zo duur was hij niet. Op rechtsback, Bajindir. Nou, dat Bajindir-shirtje, dat slaat ook weer helemaal nergens op. Ik zit nu op die site, en nu kan ik ineens geen namen meer achterop toevoegen. Dat is weer weggehaald. Misschien glitsen het daarom het systeem. Wat een scheidzooi zeg. Kjell Scherpen staat op het middenveld voor die extra kopkracht. Oh ja, 5-star weakfoot, holy shit. Lev Yashin, de allersnelste keeper uit het spel. Die heeft een basissnelheid van 62. Maar omdat iedereen niet op chemistry staat, krijg je min 14 op alle stats. Dus chemistry styles hebben ook niet echt zin. Maar het gaat voornamelijk om die spitsen. Pettercheck, hier wil je gewoon mee scoren en die famous celebration doen. En Neuer, dat zou eigenlijk de beste trappende keeper moeten zijn. Hij heeft 97, volgens mij is dat een van de betere. En die kan natuurlijk gewoon goed schieten en pasen. Dus mensen, wat gaan we hiermee vlammen? Ik zie het allemaal wel wat somber in. Bro. Oh ja, op de bank nog. Nee, van. I believe I can touch the sky. Ah, dit gaat vast makkelijk worden, dit. This is my kingdom, come. This is my come. Oh ja, die keepers, jongen. Je zou hier maar tegenkomen, jongen. Tsjech heeft geen hoed. Hé, wat is dit nou? Tsjech heeft geen eens een hoed. Wil hij dat wel op zijn foto heeft? Dan ga ik zeker zijn babykaart weer kopen. Nee. Smijkel erachteraan. Wat gaat dit eraan? Nee. Loop gewoon door. Jup, I'm out here. Dit doe ik nou goede winst. Ik heb die gisteravond gekocht. Hatsa. Dit lijkt me een beter idee. Yashin heeft geen pet. Waar slaat dit op? Nee. Smijkel. Nee, maar jongen. Keeper, nee. Dit is ook een kansloze missie, dit. Op deze hebben we helaas geen winst gemaakt. Als het goed is, heeft deze wel een petje in-game. Bro, ik heb vorig jaar de hele jaar die kutkaart gebruikt, die primer. Die had toen gewoon een hoedje op. Nah. Het lijkt niet alsof ik een zuigzoen heb gehad, maar het is iets van een muggenbult of zo. Mensen... Het is niet wat het lijkt. Ja. Donnarumma. Oh, dat die is in het andere dal-universum gesleden. Hoe kan dit nou weer? Oké, dit potje ga ik ook geen seconde plezier meer aan beleven. Wow, nu komen we in betere segmenten. Dit is echt een vrij matig team. Oh, wat een goed chipje. Oh, keepertje. Oh, sta ik toch weer na 3 minuten 1-0 achter. Doet hij nou 2 keer hetzelfde? Hij doet het gewoon 2 keer precies hetzelfde. Jongen. Wat een kut idee. Ja, fantastisch, hé. Dit is zeker het potje dat ik ga scoren. Ik voel het aan alles gewoon, joh. Ik moet gewoon niet te snel opgeven. Nee, deze guy. Wat doe je nou? Was ik dat? Oh, we hebben die door, joh. Hey, we staan na 10 minuten nog 0-0, man. Tot nog toe lijken de nieuwe tactieken wat te werken. Goed zo, heerlijk verlegd. Goed. Dat diepsturen is wel een beetje lastig, maar dat kan goed gaan als hij zo valt met geluk. Tsjech kappen, op Neuer leggen. Boom, is het eerste goal. Dit is de eerste goal van de keepers tot nu toe. Wedstrijdje nummer 5. Let's go. 6. 7. Ik heb geen flauw idee waar we gebleven. Nee, knap gedaan. Ik heb nog een gouden Neymar, man. Want die kost 100k. Rot op, jongen. Mijn baby Yashin kost nog meer. Oei, Engels van zeer actie. Nou ja, ik wil er een voorzet geven. Nou, komt hier nog een eretreffer dan? Neuer, je moet het doen, jongen. Hij gaat uitkomen en deze chip hier... Jongen, wat ben je debiel. Mensen, zijn jullie trouwens al geabonneerd op dit kanaal? Ik weet dat heel veel mensen die nu kijken, jij ook, hè? Skeren Peter, die op de SP... Nee, geintje. Ik heb nu zin in chicken pops, jongen. Abonneer nu gewoon even. Of we nou die 1 miljoen subs halen of niet, het maakt me niet eens meer uit. Het gaat me erom dat jij gewoon geen vette content als dit wil missen. En het loopt eigenlijk best wel aardig. Lijkt wel alsof hij mij een beetje aan het onderschatten is hier ook. Oh, dit moeten we niet doen. Dit is echt te veel voor het goede. Deze gaat ze ook aan tryharden, jongen. Het is echt... Het is zo triest, hè? Het is... Kijk, het valt toch wel mee. Mensen, gunnen me wel. Nee joh, wat doet hij? Bajindir, jongen, ik steek je shirt in de fik als hij uiteindelijk dan toch binnen is. Ah, kut, sorry. Bajindir, jongen, wat een... Ja, Tsjech. Nee, mee. Met links, binnenkantje. No! Ja, ze zitten wel in. Let's go, jongen. Had een goede redding op die keeper. Kom maar, jongen. Gaan we hem even doen. Is dit enger of is dat wat die vrouw gisteren... Is dat enger? Ik merkte gisteren trouwens onder de video dat heel veel mensen broccoli memes aan het droppen waren. Ik heb het Songfestival gemist. Niet alleen omdat ik eigenlijk moest editen de hele avond, maar ook omdat het me geen ene reet kan interesseren. Ik zag dat Nederland 0 punten had gehad van andere landen. Dan heb je echt een kutlied gemaakt. Ik heb dat hele lied nog niet gehoord. Het schijnt dat die broccoli zingt. Broccoli.
Broccoli, allemaal vol met vitamine. Maar hij smijt elke... Nee, domme peer, jongen. Hij smijt elke bal er doorheen met driehoekje. Het is zo sneu. Op zich kun je op een of andere manier nog wel meekomen in die wedstrijden. Maar echt dichtbij een overwinning kom je niet. Hoe heb ik 66% balbezit gehad? En hij maar... Nou, goed. Bro, hij schiet per ongeluk en dan is het een paas. Het zit ook niet mee, hè, in deze potjes. Vet, man, met Adama Traoré in de diepte rennen. Omdat je nu zo keihard... En een breed leggen. Jezus, omdat je nu zo keihard getryhard hebt, ga je goud 3 halen in plaats van zilver 1. Veel plezier met Tio de Cies, een rode playerpick Berardi. Geniet ervan, jongen. Die smijker loopt niet eens mee. Ja, die keeper pakt hem alsnog. Ja, oké, dan niet, joh. Krijg lekker de tyfus. Ja, hoor. Mensen, we gaan inmiddels 0 of 9. Oh. Nee. Wat de oh, Donnarumma, wat zit je er weer verschrikkelijk naast. Het is echt zo zielig aan het worden. Noyer tegen een baboe. Noyer is helemaal nergens. Ga goed vrijstaan, Tsjech. Met rechts, jongen, zit hij erin. 1-0 na 4 minuten. Dit zou wel eens een potje kunnen zijn. Even die tegenstander uitdagen. Oh, Tsjech is gek. Tsjech is gek. Tsjech van Gelder, dames en heren. Bro, dit zou wel eens een potje kunnen worden. Als van de Sarri hier. Als van de Sarri. Oh, en dan gaat het uiteindelijk toch zo gebeuren. Of hij moet nog iets doen, die keeper. Yes, jongen, donder. Nee, wat een lul. Hij gaat op midden. Ik voel het, hij gaat op midden. Nee, wat ben ik weer echt geflasht door mijn eigen keeper. Ja, Tsjech. Dit kan de gelijkmaker worden. Tsjech, gewoon gaan. Gewoon doen. Boom! Door de benen van de keeper of zo. Nee. Weg. Oh, my lord. Hij gaat er nog in ook. En het is 2-1. Dit was het potje. Barnes. Let's go! Is dit dan de omhaal van de dag? Ik neem al een trickshot. Jammer, jongen. Dat had een goede ontknoping van de pot kunnen zijn als we gewoon niet... Voor de mensen die denken trouwens dat het een slecht ding is dat we zo laag zijn geëindigd bij het Songfestival. Nee, dat is echt top. Want stel je voor dat je het nog een keer moet organiseren in je eigen land. Dat kost echt zoveel geld. Vandaar er ook gewoon van die landen zijn. Best grote landen zoals Engeland. Nou, dat is een vrij aardig land op gebied van muziek. En ook popmuziek en andere muziek. Deze bal gaat er natuurlijk weer in. Ja hoor. Nou, gaan we gelijk weer leven. Soms voel je gewoon dat de tegenstander veel te sterk is en nooit van een keeper team gaat verliezen. Maar die doen het dus altijd slecht, Engeland. Want die willen het gewoon niet organiseren. Die willen die onzin niet uitgeven. Moet je ook eigenlijk niet willen. Dus volgend jaar gaan wij lekker naar het Songfestival. Zal toch wat zijn? Stel ze voor, ze doen het gewoon. Mijn hart ging sneller kloppen, net als mijn erectie. Stel je bent Scherpen en je gaat naar Frankrijk. Dan zeg je, je m'appelle Kiel. Maar hoe kun je 0 om 22 gaan en tegen zo'n team komen? Ik snap het niet. Ja, Schmeichel. Nou, maar dit bestaat niet. Dit is zo rigged, jongen. Dit bestaat niet. Hoe ging dat ook? Ik heb die animatie nog nooit gezien, hè. Oh my lord. En die vliegt er dan wel in met gouden Goretzka. Krijg lekker de tyfus. En dan gaan we alsnog weer verliezen. Terwijl eigenlijk zit er meer in, hè. Ja, de aansluitstreffer is daar. Let's go, jongen, Neuer. Voor mij zit Neuer zijn eerste goal. Is het niet? Hij heeft hier en daar nogal wat pech gehad. Vooral die ene met dat chipje toen hij afgefloten werd. Hey, maar dit zou de game wel eens kunnen zijn, hoor. Neuer, jouw pot. Nee, Tsjech, let's go, jongen. Wat een goal. 2-2, dus 55e minuut, jongen. Boom. Wat een kweep, jongen. Ah, het moet hier en daar wel mee gaan zitten als ik inderdaad een potje wil gaan winnen. Oh jee. Hij schiet gewoon vanaf die hoek. Het is ongelooflijk met Costa met zijn kleine hoofd. Ik heb ook een hele bank met keepers, maar je kan helemaal geen keeper er niet inwisselen. Dus oh, ik heb helemaal geen super sub. Hoezo kan je keepers er nou weer niet inwisselen? Wat is dat voor bullshit? Waarom kan je ze wel starten dan? Ah, ik dacht dat hij naar links ging omdat hij stijf links is. En hij schiet hem met rechts erin met Costa. Weer geef je het weg. Op het eind zijn je spelers helemaal dood. En dan geef je het elke keer weg. Mooie. Ah. Ja, penalty. Ja, het is te laat, hè. Als hij erin gaat, dan heb ik geen tijd meer voor die 4-4. Wat jammer, hè. Ah. Ik wilde zeggen, 4-3 is het dichtste bij een overwinning wat ik ooit gekomen ben. Maar het eindigt 4-2. Maar dat is op zich ook nog steeds het dichtste bij een overwinning wat ik ooit gekomen ben. Nee, dan krijgt hij weer mee. En hij legt hem breed. Ah! Weten we daar met overzien? Goed zo. Ja, maar dit is echt zo bizar. Dit is zo bizar.
Neuer. Ah, neemt hij weer slecht mee. Maar hij scoort hem wel. Dat is een goede goal, Neuer dit. Goed, niet goed aangenomen. Als er een potje te winnen is, dan is het deze. Neuer. Naar rechts. Afmaken. Please, jongen. 2-2. Neuer, dit is jouw potje. En we komen gewoon terug van 2-0. Als er één potje is dat we gaan winnen, dan moet het deze zijn, jongen. Voor de tweede keer achter elkaar verlies ik met 4-2, maar oh, we komen steeds dichterbij. Nou, niet echt, want het is even dichtbij als net, maar deze was echt kansrijk. Oké, zijn achterhoede is niet zo goed. Ja, Yassi, neem mee, met links. Zo doet hij goed, hoor, met zijn verkeerde benen. Die heeft een hele slechte weakfoot, weet ik. Is dit dan het potje, mensen? Oh, hij versnelt al langs en hij is toch weg. 1-1, dat hoeft niet. Waar heeft iedereen die domme Dani Olmo? Nee. Nee, wat? Zielig. Oh, ja, als je hoofd zo klein is, dan zou ik ook zo snel zijn. Ja, Tsjech. Leg breed. Neuer. Yes, let's go, jongen. Je ziet niet goed dat hij naast gaat of niet. 2-2, jongen. Dit is het potje, hoor. Tsjech, hij is rechts. Links, maar hij doet het met rechts. Boe! Ik kan in ieder geval niet meer met 4-2 verliezen vandaag. Yassin, nu doe het. Neem die voorsprong. Nee, dit was de kans om het te bezegelen. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Nee. Nee. Die Donnarumma is zo slecht. Oh ja, nu loopt hij niet mee. Nu loopt hij niet mee. Dan staat hij vrij. Waarom staat hij elke keer dat een van de wedstrijd loopt? En die keeper is zo slecht. Aan het einde van de wedstrijd lopen ze niet meer mee. Dit meen je niet, jongen. Oh, dit is niet. Maar hoe goed is die Tsjech, jongen? Oh, joh, we zitten tegen het einde van de wedstrijd. Deze is zo verdiend, deze goal, jongen. Dit meen je niet. Dat was bijna de omhaal van de dag. 82e minuut. Ali Gamer. Ragequit dan, jongen. Als je een man bent, jongen, dan geef je nu op. Hou die bandenploeg. Hou die bandenploeg. Hou die bandenploeg. Dit gaat hem worden. Laatste kans. Dit is zijn laatste kans. Nee. 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 Ze lopen niet mee. Ze lopen niet mee. Pak hem. Nee. Nee. Gaan we nog de verlenging in? Maar het is leuk dat hij nu met zijn keeper gaat lopen. Nee, nee. Oh mijn god. Het is gewoon een doodzieke goal, oké. Ik kwam natuurlijk uit, maar echt een doodzieke goal. Nou, het werd hem weer niet. Maar jongens, ik heb zo'n gevoel dat dit het potje wel eens zou kunnen gaan worden. Dat dit het potje wel eens zou kunnen gaan worden. Oh, Yassin, wat een goal. Wat? Ik weet niet of we al veel met 2 goals verschil voor hebben gestaan. Volgens mij niet. Ik krijg zoveel zulke goals tegen. Is dit een nieuwe meta of zo? Gewoon vanaf daar schieten en dan die rebound scoren. Maar wij doen het ook gewoon dunnetjes over met Tsjech met zijn rechterpoot. Bam, 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 bam. Maar bro, je gaat er niet zeggen dat dit een makkelijke overwinning gaat worden. Ik moet die gewoon zelf schieten. Doen we die gewoon die tactiek die tegenstaat. Ah, bij mij komt hij dan niet lekker terug. Tsjech. Boom, easy, 4-1, het is klaar. Soms kan het zo makkelijk zijn, hè, voetbal. Nou, klaar is het niet. Ik moet nog even mijn grote, vieze, smerige ratback. Nou, maar dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Zo mooi kan voetbal zijn. Zo mooi. Ik voel me nou wel een beetje vis die 1 weekend league potje wint. We doen het, mensen. Maar ragequit gewoon. Je zal maar ragequitten. Met 5-8 tegen een team met alleen maar keepers. Dan moet je... Maar eerlijk, dan moet je toch gewoon een andere hobby gaan zoeken. Ga breien. Ga aubergine schilderen of zo. Dit is wedstrijd 27. Dat betekent dat ik nu 1 om 26 ga. Inderdaad, ja. En we hebben gewoon een win te pakken. Wat is die Tsjech goed, zeg mensen. Dankjewel voor het kijken. Ik denk dat mijn rewards deze week erg ziek gaan zijn, hoor. Ga neuken, 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 neuken.